als het onderweg was, dan had ik maar geen mens wat te maken. Was ik mijn eigen baas. Mijn meerdere die gaf me de opdracht dat en dat en dat moet er gebeuren. Dus en dan zag ik zelf de wagens uit. Die moet door en die moet door en die moet door. Rijden! En de baas die kwam ook niet kieken. Als het er was, reden wij weer weg. De vrijheid als rangeerder op de spoorlijn Assen-Gieten-Stadskanaal. Ondanks dat het al bijna 40 jaar geleden is, droomt Roldenaar Riekum Jongman nog vaak over die tijd. We gaan naar het spoor hiernaast. Nou, dan moesten we de veurhoog weer stoppen, maar dan moest ik met de vlag, de rode vlag, de veur gaan staan en het verkeerd ding om. Dus dan waren we bijvoorbeeld in Gieten. Dat kruist het spoor met die snelweg. Riekum heeft jarenlang wagons met aardappelen, vlees van Udema en mijnhout vervoerd. Soms wel 60 wagons, maar hij reed ook wel eens met één wagon voor één klant helemaal naar Buin. We gaan een stukje naar achteren om een ketelwagen op te pakken. Riekum heeft met de SIK heel wat avonturen beleefd. Zoals die keer in Gasselte, dat een wagon de Veenkolonie inrolde. Toen waren wij aan dat ding op het hoogspoor zet. Als ik een paaltje voorleg dat er niet weglopen zou, want dat spoor dat liep af. Maar dat paaltje had er zelf niet goed onderweg. Toen ik weer op een losweg was, ging die wagen aan de rol. Richting Gasselte dan even. Oeh, dat is ook wat. Allemaal overwegen, onbewaakt. Een machinist erachteraan. Nou, en dan reden we gewoon achter die wagen. Maar hij liep te hard, ik kon hem niet aanpikken. En ga er dan even in. Over de overweg, daar had ik hem te pakken. Omdat de sikken goedkoper waren, vervingen ze vanaf de jaren 30 stoomlocomotieven op rangeerterreinen en goederenspoorlijntjes. Sik 204 van de Star is de oudste nog rijdende en is gevraagd om deel te nemen aan dat landelijke feest 175 jaar spoor. In Amersfoort is een spoorparade. Daar komt allerlei museummateriaal van het hele land. Komt daar. Een aantal loks en treinstellen mogen daar ook stukjes heen en weer rijden in een echte parade. En daaronder valt deze ook. Nog één van Riekums avonturen dan. Hij stapte ooit en rolde van de locomotief om een aangereden konijn mee te nemen. Met de bedoeling aan het eind van de trein weer op te stappen. Oh, bij die laatste wagon, daar wil ik op de achterste treeplank springen en die zat er niet op. Dus en ik stond met knieën hier aan in de trein, die was weg. Ik denk, nou wat moet nou? En ik ben naar achteren toe gelopen. Dat knieën eigenlijk onder de arm, daar hebben we lekker op zitten. Dit was heel mooi. Daar heb ik geen spiet van dat ik dat aan heb. SIK 204 is inmiddels onderweg naar Amersfoort.